EF naar GFX adapter. Nu moet ik zeggen, deze kan ik niet aanraden. GFX 50R camera. Oké. Vandaag ga ik een poging doen om die Viltrox EF naar GFX adapter verder te bespreken. Dus ik heb die een tijdje geleden gekocht om samen met mijn GFX 50R camera te gebruiken. Dus dat is een digitale middenformaat camera, een heel toffe camera om mee te werken. Op zich, de body zelf is nog redelijk betaalbaar, maar de lenzen zijn echt duur. Dus dit is de goedkoopste lens die ze hebben, dat is eigenlijk een soort pancake-lens. En voor die lens heb ik al in promotie €500 betaald. Terwijl het echt, dat is een 3.5 opening 3.5, een 50 mm opening 3.5. Dus voor middenformaat is dat een groot, ja, rond de 35 mm zal dat zijn omgerekend naar klein beeld. Een goede lens op zich, maar je ziet ook al aan het voorste lenselement dat dat absoluut geen lichtsterke lens is. Op zich werkt het goed, ik heb er geen problemen mee. Integendeel ben ik er eigenlijk heel tevreden van, zeker voor die prijs. Dus de eerstvolgende lens is de standaardlens, is de 63mm 2.8 en die is al 1500 geloof ik. En vanaf dan wordt het alleen maar duurder, is 2000-2500 voor de andere lenzen. En de meeste lenzen zijn ook allemaal maximaal opening 2.8. Er is één uitzondering daarop, de 100mm lens, wat een f2 lens is. Maar voor de rest zit je dus bij het Fujifilm systeem met twee problemen, het GFX Fujifilm systeem met twee problemen. Wat dat lenzen betreft, en dat is aan de ene kant dat ze duur zijn, en aan de andere kant dat ze niet zo lichtsterk zijn. En die Viltrox adapter, die zou dat moeten oplossen. Die EF staat eigenlijk voor de Canon Full Frame Mount, dus dat betekent dat je met deze adapter Canon lenzen op die camera kunt gebruiken. Ik heb hier ook drie blokjes. Ik ga met die drie blokjes gewoon even laten zien of het focussen wel of niet werkt. En ik heb twee lenzen. Canon. Nee, niet twee Canon lenzen, maar wel twee lenzen met een Canon vatting. Dus ik heb deze. Nog, dat is eigenlijk een goedkope versie van alle goedkope lens. Dus dat is een 50mm 1.8 Yongnuo is het merk. Ja, hier staat dat op, hier van boven. Dus dat is echt een. Op zich de Canon variant van die lens. Dat is deze eigenlijk. Die is al in plastic gemaakt en vrij goedkoop. Dus dat is de Canon versie, ook 50mm 1.8. Maar dit is nog goedkoper. Ja, die zijn digitaal, dus die hebben contactpunten. Daar zit geen focusring op. Ja, er zit wel nog een focusring op. Hier, dat plastic ding hier. Dus wel op manueel focus zetten. Dus heel eenvoudige plastic lenzen. Maar wel goed van beeldkwaliteit. Je hebt natuurlijk van Canon heb je daar ook nog een 1.4 variant van. En zelf een 1.2 denk ik. Dus dat zijn dan de betere versies van deze lens. Maar dit is een goede lens om als eerste lens te hebben. En ik heb deze ook gekocht omdat ik dacht, ja, ik wil toch wel eens proberen wat dat geeft. Nu moet ik zeggen, deze kan ik niet aanraden. Op zich, de kwaliteit en zo is hetzelfde. Maar, en ik vermoed dat dat meer te maken heeft met Viltrox en met Fujifilm dan met Yongnuo zelf. Maar dus in combinatie met die adapter werkt die niet goed. Dus ik zou die zeker niet aanraden als je wil werken met Fujifilm. Deze daarentegen heb ik betere resultaten. Dus de adapter zelf is, dat is eigenlijk de adapter. Zoals je ziet, je hebt natuurlijk je contacten ook. Kunnen die zien? Ja, daar. Dus het is ook, en hier een USB-poort om een update uit te voeren. Ik heb al een update uitgevoerd ervan, toen ik die aangekocht heb. Hier ook weer de contacten. Dus dat doet zowel een vertaling van die contacten als uw mechanische verbinding en uw omzetting van uw beeld. Hè. Dus uw beeld, er zit geen lenselement in. De meeste Canon lenzen hebben genoeg bereik van beeld om zo'n grotere sensor te dekken. Maar je moet wel de EF, niet de zogenaamde full frame lenzen. Dus ja, als we gewoon kijken naar wat dat deze camera doet. Oké, dus dit is met de Fujifilm GF lens. En op zich, dit zal te dichtbij zijn, ja. Dus dit kan hem niet scherp stellen. Dus ik moet sowieso wat meer afstand nemen. Je ziet dat hem niet mist.
Ik ben op die blokjes aan het scherpstellen. Ik zal nu eens wisselen voor dus dit was op 3,5, de maximale opening van die lens. Dus hier kies ik ook autofocus, dat is belangrijk. En dan bij deze lens, de lens op blijkbaar, moet ik hier het diafragma instellen. Ik zal die eerst op 3,5 zetten ook. Zo, dat is. En ook dit zal te dichtbij zijn. Ja. Dus wat dat zeker al opvalt, is het geluid. En ook pak minder snel. Hier was hem eerst verkeerd. Je hoort dat hem zo precies door heel de range een keer moet gaan. Soms heeft hem extra moeite om het te vinden. Zie, dat duurde lang. Hè? En als ik het nu... Nu, dat is weer geen eerlijke vergelijking meer, maar als ik het nu op... volle opening gebruikt, dus 1,8. En dan dezelfde test toe. Het lijkt een beetje sneller te gaan, mogelijk zodat er meer licht binnenkomt in nu. Nog geen missers. Ah nee, dit was een misser. Nu, dat zegt natuurlijk nog niet zo heel veel, dat is gewoon een statische test van een paar blokjes die op tafel liggen. Hier die blokjes. Maar binnenkort ga ik ermee naar buiten ook een keer een dag fotograferen. En dan ga ik ook echt kunnen vertellen of dat nu wel of niet goed werkt. Niet gesponsord door Lipton of een babyfoonmerk.